Later op de dag, ruim 200 kilometer voor de mannen. En dit is Twan Bok, de kampioen van het vorig jaar, die eigenlijk de hele koers niet was te zien. Want het ging in eerste instantie tussen een kopgroep van 17, later een groepje van 3, met 3 man van de nationale ploeg van Piet Kuijs, onder wie Erik Dekker, Patrick Ras. Maar uit het achterveld kwam deze Twan Bok. Vorig jaar dus kampioen, daarna een beetje in de versukkeling, vrij weinig van hem gehoord. Dit is Ophof, die heel sterk was, Erik Dekker daar, Meijs daarachter, ex-wereldkampioen bij de junioren, die bijna Olympia's ronde had gewonnen, maar op de laatste dag werd verrast. Maar deze groep kan eigenlijk niets meer doen. Twan Bok gaat door. De groep probeert het nog wel, maar zij zijn in principe geklopt op die sterke Twan Bok. Die dus weer precies de goede dag had uitgekozen. De dag van de nationale kampioenschap. Een Nederlands kampioenschap, zeker als je dat 2 keer... Dat telt en dat weet ook Bok. Hij gaat als eerste... En komt de sprint van het groepje, waar Ophof tweede wordt. Meijs komt op de derde plaats. Bok dus kampioen. Ik heb vorig jaar ook gezegd, ik zie wel wat er gebeurt. Maar ik sta misschien niet zo echt te dringen om prof te worden. Kijk, vorig jaar... Zijn ze ooit bij je geweest? Nee, niet echt. Ik heb zelf een keer contact opgenomen met Panasonic. En verder heb ik niks gehoord. En maar Post zag niks in Bok? Nee, ik had Post zelf aan de lijn. En daarbij lag de hoorn bij vrijgehouden op de haak, zeg maar. Of de haak op de... Bel hem nou weer. Zeg dat je 2 van die truien hebt. Ja, ik denk wel dat je het... misschien zit jezelf wel voor de buis vanmiddag te kijken. En dan kan je toch zien wat er kan. Ja, vanuit een carnaval.